Nou, welkom bij een nieuwe video van Founder in Car. Vandaag gaan we het hebben over iets wat steeds populairder wordt, namelijk vanlife. Nou, dan moet je dus denken aan een busje waar je men uit leeft. Je kent natuurlijk ook al camperlife, dat is natuurlijk nog ietsjes groter. Een camper is specifiek ervoor ingericht om een draagbaar of verrijdbaar huis te zijn. Draagbaar is het niet, want je hebt het niet op je rug. Maar toch voelt het een beetje zo, want je hebt altijd je huis bij je. Je hebt een caravan, die kun je achter een auto trekken. En de camper is eigenlijk een integratie tussen aan de ene kant de functionaliteiten van een huis, van een caravan, en de andere kant die van een auto. Dus dat is de holy grail, zo gezegd, want het is zo groot mogelijk, lijkt zoveel mogelijk op een huis. Maar dan heb je ook mensen die in een doodgewone autootje leven. Vaak is dat noodgedwongen, omdat ze bijvoorbeeld het huis zijn gezet of geen andere kosten kunnen betalen voor een hotel of iets dergelijks. En een van, een busje, zit er tussenin. Dus aan de ene kant is heel groot, specifiek ervoor gemaakt. Aan de andere kant een auto die totaal niet ervoor gemaakt is. En een busje heeft veel van de maten van een normale auto, maar hij is een stuk hoger. Dus je hebt nog steeds veel van de functionaliteit van die camper, om het zo te zeggen. Nou, vandaag zullen we even wat voor- en nadelen bespreken. Dat wordt heel erg geromantiseerd. Namelijk, je hebt vrijheid. Je kan overal gaan en staan waar je wil. Je tuin verandert elke keer. Dat is natuurlijk heel erg leuk. Je kan allerlei mensen leren kennen die je anders niet leert kennen. De hele community. En je bespaart heel veel kosten. Want kosten van huis, kosten van camper, busje, gewone auto nog een stuk lager. Nou, dat is even een in een nutshell wat je vaak hoort. Het voordeel natuurlijk dat je kan gaan en staan waar je wil is natuurlijk heel erg leuk. Je kosten kan besparen, kan ook heel erg leuk zijn. Maar er zijn ook wel wat nadelen. Bijvoorbeeld, hoe zit je met privacy? Ja, hoe kan je omkleden of andere dingen doen in de auto? Wassen, hygiëne en dergelijke is natuurlijk ook even een dingetje. Dat betekent niet dat er geen oplossingen zijn. Hè? Je hebt zo'n blinds die ze in die ruituitsparingen duwen, wat kan helpen. Hetzelfde met hygiëne. Als jij een lidmaatschap hebt van een landelijke opererende sportketen en je kan daar nog steeds de douches gebruiken, heb je daar ook een groot gedeelte opgelost. Maar je moet het wel op die manier doen, ook als je er geen zin in hebt. Nou, hygiëne hebben we het over gehad. En nou, in een auto kan je natuurlijk veel minder doen. Warm water is ook vaak een issue, dus je hebt ook die dingen niet bij je. Je bent zeer, zeer, zeer geconcentreerd. Dus dat sommige mensen zeggen, dat is fantastisch, want het is minimalisme. En dat kan leuk zijn, hè, om even te zien wat echt van belang is. Maar als je dat al eenmaal weet, betekent het gewoon dat je heel veel dingen niet hebt, vooral. Of maar één dingetje van hebt, dus dan moet je weer wachten tot die andere schoon is. Nou, en daarnaast heb je dus nog een stigma. Hè? En wat is dan stigma? Dat je dus geen eigen huis hebt. Dat je eigenlijk niet succesvol bent. Nou, nog even terug naar het probleem. Om het zo te zien. Veel mensen die leven niet in een vanlife of een autolife of camperlife. Omdat een optie is. Als dat een optie is, heb je twee luxe dingen naast elkaar. Dan kan je zeggen, ja, ik doe even dit en doe even dat. Dan kan het super leuk zijn natuurlijk. Want uiteindelijk als jij besluit om er klaar mee te zijn, dan ben je er klaar mee. En dan ga je het gewoon het normale leven weer oppakken. Terwijl als je noodgedwongen bent, is dat de enige optie die je nog hebt. Nog steeds een stuk beter dan op de straat leven natuurlijk. Maar het is de enige optie. Dat maakt het echt wel een heel stuk anders. Wat je bijvoorbeeld ook veel ziet bij studenten. Die kunnen geen kamers meer betalen. Zie je in Amerika, maar ook steeds meer in Europa voorkomen. Die leven gewoon op de parkeerplekken. Bijvoorbeeld van universiteiten. Met een camper. Of een auto. Of een busje. En zo overleven ze het. Dus het is niet omdat het zo fantastisch gaat. Maar het is een optie. Een van de laatste opties die nog steeds een dak boven je hoofd betekenen en een mate van veiligheid. Want veiligheid is ook een issue. Hè? Kijk, je zit in die auto. Als er iets gebeurt met die auto, ben je niet alleen je auto kwijt, maar ook jezelf. Hè? Want je hebt geen ander huis waar je naartoe kan. Dus dan moet je ineens ben je auto en je huis tegelijk kwijt. En ook op heel veel plekken wordt het niet getolereerd, hè? Dat je daar staat. Dus het wordt echt geweerd. En als dat zo is, dan zit je natuurlijk beter met een auto of een busje dan met een camper. Omdat een camper, hè, nogmaals, dat is het doel waarvoor het gemaakt is. Dus dat springt het eerste uit. Terwijl een busje
of veel minder aandacht trekt. En de gewone auto kan misschien helemaal onder de radar doorgaan. Dus er zijn best wel wat dingetjes waar je aan kan denken. En natuurlijk zijn er in een camper heb je misschien wel warm water, misschien wel een douche, misschien wel een toilet, hè, over hygiëne gesproken. En dan kan je misschien wel een normaal bed hebben. In een busje wordt het al een stuk lastiger en een auto helemaal. Kijk, en ook als jij gedwongen wordt om in een auto te leven, heb je ook die voorbereiding niet. Heb je niet al die investeringen kunnen maken om het toch zo goed mogelijk te maken. Maar je moet het gewoon doen met de middelen die je hebt. Roeien met de riemen die je hebt, hè, zo gezegd. En dat maakt het echt wel een heel stuk lastiger. Dat gezegd hebbende, als je in die situatie terechtkomt, denk nog steeds dat het heel, heel veel beter is dan op straat te leven. Plus, je hebt nog steeds een stukje wat van jezelf is. Je bespaart inderdaad heel veel kosten als je er echt voor kiest. Hè. Besef wel dat in Nederland je ook, en in veel andere plekken ook, moet je een plek hebben waar je post naartoe gaat. Een verblijfplek, om het zo te zeggen. En ook als je te lang uit Nederland je bevindt, dan verlies je ook vaak veel zaken. Dus je zou bijvoorbeeld, of bij papa of mama, of bij broer of zus, een postadres kunnen hebben. Bij vrienden of iets dergelijks. Besef wel dat ook als er schuldeisers komen, zij ook de sjaak zijn, hè, door jou. Omdat jou, jij daar staat ingeschreven. Of je kan bijvoorbeeld een garagebox huren en daar je adres laten inschrijven. Voor de post in ieder geval. Ja, dat kan zeker zakelijk interessant zijn als je een zaak hebt. Dan heb je tevens een voordeel dat je daar spullen kan neerzetten die bijvoorbeeld vuil zijn, die eventjes opnieuw gewassen moeten worden of een andere behoefte hebben. Stel dat je het leuk doet voor recreatie en je hebt een trip waar je richting een meer gaat, is het misschien leuk om een kano mee te nemen. En als je naar wintersport gaat, misschien skis, om maar even iets te zeggen. Dus dat maakt wel verschil. En kijk, ook in die garage zou je nog steeds, als het allemaal een beetje tegen zit, ook daar kunnen overnachten. Officieel mag dat niet, dus het is niet aan te raden. Maar dan heb je natuurlijk wel twee lagen van isolatie, ook in de kou. Hè? Want hoe je het went of keert in een auto, daar kan het behoorlijk koud in worden. Stap maar eens 's ochtends in je auto. En dan is het soms gewoon koud. Ook al is het buiten nog een stuk kouder, in de auto is het ook koud. Het is uiteindelijk een berg staal. Wat er is. En natuurlijk, je kan het wel verwarmen, bijvoorbeeld de accu, maar dan gaat ten koste van je brandstof, gaat ten koste van andere zaken. Accu's gaan trekken ook een heel stuk sneller leeg, hè, als je daar veel meer gebruik van maakt dan alleen van rijden. Je kan zonnepanelen overal opzetten, zowel op busjes en campers, zie dat vaker. Maar ja, die kunnen ook beschadigd raken natuurlijk. En het zijn kostbare aangelegenheden. Je moet het natuurlijk ook op een goede manier elektrisch aanleggen. Dus het volstaat niet met je gestandaard accu. Dan heb je sommige auto's die al een streepje voor hebben. Bijvoorbeeld hybride auto's die een grotere accu al bij zich hebben. Zoals een Toyota Prius. Al dan die plug-in. Zo zijn er natuurlijk altijd wel manieren om zaken op te lossen. Als je een roof rack hebt, hè, dus een rack bovenop je auto, kan je natuurlijk wat extra dingen die niet per se binnen hoeven te liggen meenemen. Dan bespaar je ook weer zaken op. Je hebt tegenwoordig heel veel manieren om matrassen te hebben die toch oprolbaar zijn. Mensen maken houten bekistingen in relatief standaard auto's om er toch wat van te maken. Mocht je die kant op gaan en er echt voor gaan kiezen, niet in, met de auto die je hebt, hè, een station wagon of een busje, zijn goede beginnende punten natuurlijk. Station wagon heb je eigenlijk een beetje de voordeel van een busje. Een busje heb je dan nog een grotere mate omdat je ook meer hoogte hebt. En sowieso meer laadruimte. Het gaat dus om veel laadruimte. En een relatief vlakke bodem, dat zijn dingen die handig zijn. Nou, dat was het in een nutshell. Ik probeer even een evenwichtig verhaal neer te zetten. Dus niet alleen maar José en Gloria en wat veel mensen die dus gewoon een huis ernaast hebben en het op die manier hip en happening voorstellen. Maar ook gewoon een reële plaatje. Daarnaast is het ook nog een stukje veiligheid. Hè, want als je daar zit, kijk, in een huis inbreken is ook niet heel moeilijk voor veel personen die het echt willen. Maar zit je natuurlijk nog relatief veilig ten opzichte van de auto. Hè? Ook als je een vrouw alleen bent, wat je ook vaak ziet. Vrouwen alleen die dan zo leven. Al dan niet met een hond erbij. Of honden erbij. Het is toch allemaal lastig. Het blijft gewoon lastig. Hè? En je bent relatief kwetsbaar. Vaak worden ook in auto's ingebroken om bijvoorbeeld de spullen eruit te halen. Dat zien mensen met busjes ook vaker. Dat is weer het nadeel als je een busje hebt. Dan denken ze misschien dat er bouwmateriaal in liggen. En lig jij daar te maffen.
paar dingen gewoon ter overweging. En je moet natuurlijk ook denken aan hoe hygiënisch blijft het. Hè? Kan er geen schimmel vormen als het constant die condensvorming is, et cetera, et cetera. Hoe kleiner de plek is, hoe nauwer het komt dat je het allemaal zelf goed in orde hebt. Dat je ook discipline moet hebben. Van nu, out.